Good, Kelvin! Mijn naam is Kelvin, a.k.a. je man die er is om jou aan het lachen te maken. Ja, ja, ja. We wearing the cars watch again, hey. What's good, cars watch? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hangt er even vanaf op welk moment en in welk universum je deze video kijkt. Ik ben er weer voor jou om je ervoor te schrappaaltje. Goed, we zijn er weer om elkaar aan het lachen te maken. En ben je nog geen onderdeel van de Kelvin? Dat kan ik me niet voorstellen. 2018, you're not even in the Kelvin. You see these numbers, people. These numbers are crazy. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, doe het dan sowieso door je even te abonneren op mijn kanaaltje. Hey, smash it. Oké, rustig aan. Slaap kapot. Oké, even dimmen, man. Dimmen. Kelvin, dim even. Abonneer op mijn kanaal. Nee, doe ik niet. Volg me op Instagram. Nee. Want dat is een feestje. En dan join je de Kelvin. De grappigste, meest leuke, epische, meest creatieve en leukste, meest behulpzame familie ever in de Netherlands. Of the United Nations. Comedy. Vandaag heb ik iets fucking leuks op het programma. Namelijk, ik dacht in al deze tijden van gekke werk en epische series en epische video's waarin ik mijn woonkamer verlaat, is het misschien wel goed om zoals van ouds eens een keer een quizje te gaan doen. Weet je wel? Die dingen die ik doe om even te testen of ik nog wel op een level zit met mezelf en het leven. You get that? Op een level zit met mezelf en het leven. Nee. En vandaag heb ik iets bedacht en dat is niet normaal. Dat is, ik vind het weer een super briljant idee van mezelf. Dank, alsjeblieft, dankjewel. Ik ben mezelf echt veel te veel complimentjes aan het geven deze dag. Namelijk, rare YouTubers als bejaarden. Dat klopt niet, maar je snapt wat ik bedoel. Maar voordat ik de challenge ga doen heb ik even een belangrijke mededeling. Dus hou even je oren gespitst, je ogen open en geniet van wat ik je straks ga vertellen, oké? Ik heb namelijk mee mogen doen aan Fanta Battle of the Flavors in het team van Rutger, Team Peach Apricot. We moeten zoveel mogelijk stemmen verzamelen, dus we hebben even jullie hulp nodig, Kelfam. Hey, focus. Help ons, man. Come on. Je kan op ons stemmen via het Instagram kanaal van Fanta. Die zie je hier op alle Team Peach Apricot content. Die staat aan de rechterkant, zoals je kan zien. Stem even op ons. Doe het even. Come on. Gun ons deze dingen. Dus nogmaals, klik op de eerste link in de beschrijving. Daarmee ga je naar de Instagram pagina van Fanta en daar kun je stemmen op ons team, Team Peach Apricot. We hebben alle stemmen nodig. Kom op, jongens. Doe het voor ons. Doe het voor ons. We gotta win this, man. En daarbovenop is de grand finale van Battle of the Flavors op 7 juli. In Walibi Holland en daar worden de laatste twee battles gehouden om erachter te komen wie de officiële winnaar is van Battle of the Flavors. Ey. Goed, tot zover deze algemene mededeling. We gaan over op de orde van de dag, namelijk de quiz. Kijk, soms zijn er momenten in mijn YouTube carrière waarin ik denk, fuck man, ik moet even ervoor zorgen dat ik next level ga. Ik doe deze dingen next level, pap, 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 ratatatata. Ey, ja. Sommige momenten denk ik ook, nee man, we kunnen het gewoon klein houden. Kunnen gewoon oké zijn met z'n allen in dit woonkamertje en genieten van de comedy. En dat gaan we vandaag doen. Ik heb een quiz voorbereid die heet YouTubers als bejaarden raden. En er is een soort Photoshop gemaakt, een soort face swap van een YouTuber als een oud persoon. Je weet toch dat programma op tv waarin dan BN'ers echt zo dan helemaal verouderd worden. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan, maar dan gewoon op Photoshop. Ik zou je wel vertekenen, denk ik, als ik eerlijk ben. Want ja, ik heb niet het budget om allemaal hoofden te gaan verminken. Spijt me, mensen. Disappointed! Al deze Photoshops heb ik hier staan. Het zijn er 10. En als ik alle 10 goed heb, dan spring ik een gat in de lucht. Dan trek ik even een flesje bruiswater open. En dan geniet ik van het leven. Of nee, toch? Niet. Ja hoor, ja hoor, ik heb hem, Neil, I know it. Wauw, dit is zo tering goed gedaan. Dit is niet normaal, dit is echt goed gedaan. Oké, dit is Gio Latoy, dat weet ik vrijwel zeker. Laten we even kijken naar het antwoord. Ja! Ja, 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 het is tijd voor de volgende, mensen. Go! Ja, oh ja, ik weet deze. Ik ga jullie eerlijk vertellen, ik kreeg deze edits gisteren al binnen en toen heb ik de eerste 3 even gecheckt. Niet het antwoord, maar de edits om te kijken of het goed was. En deze zag ik gisteren en toen dacht ik, wie de fuck is dit? Ik kon het gewoon niet raden. Maar nu weet ik het. Nu zie ik hem weer en denk ik, ja, I know this, man. Ik geef jullie even een kort moment om jezelf af te vragen wie deze YouTuber is. Veel denkplezier. Jouw tijd is om. Het goede antwoord is Giel de Winter van Stuk TV. Ja hoor, lekker gedaan, Kelvin. Applausje voor jezelf, dat mag. Je mag soms even het applausje voor jezelf. Hier, lees er hem even kapot. Yo, what's good, what's poppin', you know what I'm saying? Ik heb er tot nu toe 2 goed. Ik ben relatief trots op mezelf. Ik geniet er ook van en ik denk bij mezelf, laten we dit even naar een volgend niveau tillen. Wow!
Ja hoor, deze weet ik ook. Hé, ik kan dit echt... Dit is echt zo fantastisch goed gedaan. Dit is echt niet normaal. Dit vind ik echt topwerk. Dat had u echt niet verwacht. Dit is Masha van Beauty Gloss. En ze ziet er verdomd goed uit. Ja hoor, lekker bezig. Applausje. Ik geef mezelf niet altijd applausjes. Ik geef het universum applausjes. Dat ze me ervoor hebben gezorgd dat ik op dit moment dit mag doen. En hiervan mag genieten. En me deze quiz mag doen. Ik ben gewoon heel dankbaar, jongeman. Dankjewel. Wow, hè? What the fuck? Nee, dit kan toch niet? Dit ziet er gewoon uit als een echte oude motherfucker. Is dit een YouTuber? Wie is dit? Voornamelijk zijn de ogen, de neus en de mond aangepast. Want ja, als je echt zo alleen het hoofd zou doen, zou je het te makkelijk weten. Dus we hebben bepaalde kenmerken van het gezicht van een YouTuber hierin verwerkt. Maar hè? Wie is dit? Doe even normaal. Ik snap er echt niks van. Ja. Nou, heb ik u. Wie de fuck is deze man? Wie is dit? Ik weet het gewoon echt niet. Ik skip hem. Ik zeg, ik ga een gokje wagen. Ik zeg gewoon, ik zeg Enzo. Enzo? Nee, toch? Nee. Peter! Wow! Fuck! Sick! Hey, that's pretty good. Motherfucking sick! Kak! No! I should have known, but I failed. Miserably. Kut man, ik ben... Ah ja, nee, dit is nu het ook... Nu het zo naast elkaar ziet, denk je ook... Ja, dit klopt inderdaad ook wel. Deze vind ik echt top. Dit is een beetje een verminkt gezichtje. Dit vind ik fantastisch. Ik weet wie dit is. Jullie weten het waarschijnlijk ook. Ik weet dit door de hoektanden sowieso. Want deze persoon heeft altijd een soort hoektandjes. En gewoon de ogen. Ja, het is gewoon uitgesproken ogen. Zo zie je maar weer wanneer iemand echt een uitgesproken gezicht heeft. Ik denk namelijk dat je het bij mij ook wel vrij snel zou zien. Omdat ik ook gewoon het gezicht heb van een mogoltje. Maar wat wel heel herkenbaar is. Snap je wat ik bedoel? Afgezien van het feit dat jullie me allemaal herkennen als Eenhoorn Joost deze dagen. Hey, stop daarmee man. Ik ben niet Eenhoorn Joost. Kelvin. Oké, het goede antwoord op deze opa is opa Knol. Voornaam Enzo Knol. Ja. Hey. Ooh, baby, I love your way. I wanna be with you night and day. Oké, let's move on to the next one. En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Yep, I know this one, motherfuckers. Deze weet ik. Ik zeg je eerlijk, dit is één goed uitziende oma. Ze mag er wel grijze haartjes hebben, maar alsnog. This woman looking fine, motherfucker. Dit is echt, dit ziet er echt uit als een knap vrouwtje. Ik weet ook wie dit is. Dit vrouwtje aan zich is ook een knap vrouwtje. Niet per se mijn type. Want ja, als ik nou wel zei dat het mijn type was, was het altijd ongemakkelijk als we elkaar tegenkwamen. Maar alsnog, het is gewoon een knappe vrouw waarmee ik misschien wel eens een keertje een high five zou willen geven. Ja, ze is nou... Ik moet echt ophouden. Ik ben een beetje een vies peukje. Ik ben echt een beetje een smerig mannetje. Oké, dit is Sophie Milzink. Kan niet anders. Ja hoor, Sophie Milzink. Lekker. De babe van YouTube Nederland. Sophie Milzink. What's good? I see you. I love you. We go way back. Ik ken Sophie nog van de tijd waarin ze zichzelf It's Me Bounty noemde. En ze was schattig en klein. En ik was ook schattig en klein. En misschien hadden we wel verkeringen. Misschien, volgens mij niet. Maar hey, ja, ik weet, het is gewoon een waas. Die periode in mijn leven is één grote waas. Dat ga ik je wel vertellen. Dit is een grappig opaatje, ouwe. Deze edits zijn tan to vet. Dit is echt nice, deze edits. Oké, het is tijd om Otje er even bij te halen. Want ik moet jullie even laten zien dat ze nog leeft. Otti. Kijk, Otti is inmiddels een beetje groter. Je hebt net geslapen, hè? Otti heeft net geslapen. Klim maar lekker omhoog. Doe maar. Otti is laatst helaas van mijn balkon gesprongen. Dat was niet leuk. Toch hè, Otti? Dat was niet zo leuk hè, dat je dat deed. Dat is hartstikke gevaarlijk. Het is echt niet normaal. Otti is gewoon vanaf het balkon gejompt. 4 hoog. Echt dat je denkt, hè? Kwamen we beneden, was er gewoon niks aan de hand. Gewoon echt. Ze was wel een beetje geschrokken en ze had wel spierpijn natuurlijk. Want ja, van 4 hoog vallen. Dat als je als mens daar valt, dan ben je echt niet goed bij. En dan loop je niet meer recht hoor. Dat kan ik je wel vertellen. En ze was geschrokken en ze liep een beetje stijf. Maar 2 dagen later was het gewoon echt weer. Was ze gewoon echt weer de oude. Nou, ik snap er geen reet van. Dat was wel echt even heftig. Dus nu mag ze niet meer op het balkon. Want ik wil niet dat je doodgaat, Otje. Ik wil dat jij nog blijft leven. Oké, we waren bezig met een quiz. Dit is Dylan Hagens. Dat wisten we natuurlijk allemaal al vanaf het moment dat we dit zagen. Ja hoor, lekker. Lekker. Zeker goed. Dank je alsjeblieft. Hey. Ik vind het best wel schandalig dat de enige die ik niet goed heb is gewoon mijn allerbeste vriend. Hoe kan dat? Dat komt misschien omdat ik zijn gezicht gewoon te goed ken of zo. Of te vaak heb gezien. Of te vaak andere hoe. Of ik weet het niet. Het is een interessante, doch lastige kwestie. Al mag ik het zelf zeggen. What the fuck? Nee, kak! Wat is dit voor misselijk makend mannetje?
En het lastige hieraan is, vind ik, dat ik weet wie het is. En het is een persoon genaamd Kelvin. Ja hoor. Wat goed zeg dit. Wat fantastisch gedaan. Sorry, ik vind het gewoon veel te grappig de hele tijd. Ja, natuurlijk weet ik wie dit is. Dit is toch helemaal niet zo moeilijk meer. Het is wel echt, wauw, zo fantastisch gedaan. Ik hoop dat als we straks allemaal 80 zijn, dat we er allemaal zo uitzien. Dat we op de Feed Awards 2070 zijn en dat we allemaal er precies zo uitzien. Dat zou toch legendarisch zijn? Dit is namelijk Rutger. Rutger Vink, a.k.a. mijn teamgenoot in Fanta Battle of the Flavors. Ga nu even stemmen. Eerst link in de beschrijving. Hey, ja, ja, pra, 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 ta, ta, ta. Ja hoor, Rutger Vinkie, alsjeblieft, dankjewel. Ja, deze. Deze is nou ook weer niet zo heel moeilijk. Toch? Deze foto. Alsof deze persoon echt, als hij 80 is, echt het meest verschrikkelijke leven ooit heeft gehad waar hij extreem veel spijt van heeft. En als ik eerlijk mag zijn, denk ik dat de persoon om wie het gaat, dat nog wel best zou kunnen zijn. Want dit is echt een van de meest losbandige YouTubers die ik ken. En dat is niet negatief, want het is fijn als iedereen gewoon scheid heeft en iedereen doet waar hij zin in heeft. Maar alsnog, het is wel echt, ik vind het wel prachtig. Dit is Thomas van Stuk TV. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit kan niet anders. Ja hoor, ik heb hem goed. Hey, what's good? Ja, pra. Dit is het moment dat Thomas als 80-jarige opa bij de psychiater zit en zichzelf beseft dat zijn leven toch niet was wat hij zich erbij had voorgesteld. Dat hij er toch meer uit had moeten halen. Zo ziet deze foto er een beetje uit. Ben je nog geen onderdeel van de Kelvin? Doe het dan sowieso door je even te abonneren. Hey, bestel mijn boek op www.kelvin.nl. Dat zou nice zijn, van niks naar kliks. Het verhaal over hoe je succesvol wordt op YouTube. Want hey, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar we gaan langzaam richting de 1 miljoen abonnees. Hey. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, zoals altijd. Je weet mijn levensmotto, doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. What's good?